Hey, nou zet je je veel in voor kinderen in kansarme wijken, voor wat armere kinderen. Maar heel weinig mensen weten dat jij zelf het eigenlijk ook niet breed hebt gehad. Nee. Ouders die waren politieke vluchtelingen uit Tsjechië. De eerste paar jaar was ik zelfs nog officieel asielzoeker voor ik eindelijk Nederlandse staat. Ik ben wel geboren in Nederland, maar dat duurde voor mij een jaar of vier. Ja. En ja, dat is het begin van nul. En mijn vader was afgestudeerd, maar die moest in het begin gewoon in een magazijn werken, want zijn diploma's werden niet geaccepteerd. Dus was een spul aan het sjouwen. En uiteindelijk heeft hij zich opgewerkt geoloog en kon hij daar aan het werk, waar hij dus in opgeleid was. Maar ja, je begint van nul. Je erft niks, je hebt niks. Dus dan is het zware tijden en dan heb je ook nog een stukje... zou ik maar zeggen, fanatisme dat mijn vader met mijn moeder ook, weet je, wilde me helpen met tennissen. Dus dat kostte ook geld. Dus ja, we hadden niet veel geld inderdaad, maar het was prima. We hadden wel te eten, we hadden het dak boven ons hoofd en ik kon naar school, ik had kleding. Dus maar wat merkte jij als kind ervan, dat jullie weinig geld hadden? Mijn ouders hadden vaak ruzie. En het ging altijd over geld. En altijd, ja, standaard. En ja, dat vroeg je al van tevoren. Dus we hadden altijd hele interessante auto's. En onze auto's waren... we hebben maar één keer ooit een nieuwe auto gehad, kan ik me herinneren. En toen voor heel goedkoop een gastank in laten bouwen. En daardoor was die auto meteen niks meer waard, want daardoor ging het al niet lekker. Maar eigenlijk alle auto's die we hadden, startten allemaal slecht in de winter. En toen op een gegeven moment gingen we in Scheveningen wonen. Toen was ik 11 jaar, denk ik. 10, 11 jaar. Ja. Toen we gingen wonen. En dat was echt de Geversduinnoordweg. En dan heb je een stukje eigenlijk duin eigenlijk, maar er zijn ook huizen op. Daar, als je daar overheen gaat, heb je daar het strand al. Dus dat is een heuveltje. En dan op een gegeven moment startte die auto's niet. Dus wat mijn vader moest doen, die moest 's avonds bovenop de heuvel parkeren. En dan contact aan, naar beneden laten rollen en dan in z'n twee zetten. En dan start je die auto. Dus mijn vader noemde dat de startbaan. En dan had je even verderop, echt 200 meter verderop, had je nog een veel steilere en langere. Dus als ik daar niet start op startbaan 1, dan moest hij naar startbaan 2 toe. En die was steiler en langer. En als de auto daar niet meer startte, dan moesten we een nieuwe auto, maar het was het nooit. Moesten we een andere auto gaan aanschaffen. Een auto. Ja, inderdaad. Een voorstand over mijn autootjes. Ik heb ook al de tweede handjes. Dus welke startbaan we stonden, wisten hoe ver... het was een soort sterfhuisconstructie voor de auto, inderdaad. Ja.